Kan ik je heel verslepen in een aparte porto? Helemaal goed. Barry is nu onderweg naar boven, was roken. Ja, en? Je bent in dienst. En hoe komt Barry naar boven toe? 19. Hij kan helemaal niet naar boven. Hij kan niet met de lift. Oh, ik hoor nu echt 20 dingen door elkaar heen. Kan je het nog een keer herhalen? Barry kan niet hier naar boven komen, ja, want... What the? Ze zeiden nog zo er niet recht onder kijken. Heel raar om jou zeg maar te zien in deze outfit. Jullie twee ook. Ja, maar Avo is een opleiding, die mag ook kijken, die moet leren. Iedereen is opeens in opleiding. 68 staat kijk maar op zijn shirt. Te veel man hier, ik... Als het je helpt, ik identificeer mezelf als hamburger. Oké. Okay. Jongens, bel maar een vervoertje voor hem. Dan geef hem maar 60 maanden. Politie, kom eens uit. Nee. We waren hier toch gewoon allemaal vrienden? Nee, want Haley heeft geen consent gegeven dat je in deze kamer bent bij het onderzoek. Ja, nu kan ik er niet uit. Ja, met excuses kom je niet verder. Van de kant op, dikzak. Hou je bek? Ik heb niet eens over de kamer. Hey, aardbeving. Sorry, meneer is er. Dat is niet aarde. Deze emotie moet ik wegeten. Sorry. Oh. Dat ben je wel gewend, hè? Oh! waarom draai je de hele tijd rond, hè, Willem? Ja, ik snap het ook niet, Willem. Mijn doen. Ja. Ja, ik denk dat die ditser in mijn hoofd toch wel aardige hersenbeschadiging heeft veroorzaakt. Ik zie nu alles draaien. Waarom kijk je me niet recht aan als ik tegen je praat, Willem? Ik doe mijn best, maar mijn hoofd kan niet 360 jongens, graden dat is niet draaien. Synchroon. Oh, ik word zelf duizelig van. Ik heb een pleister nodig, een grote. Oké, heeft hij het formulier ingevuld? Dan gaan we naar een kamertje. Ik heb het onderzocht. Mater is geschikt een beetje. We kunnen hem toch gewoon stilletjes in de bosjes rijden, gewoon wegrijden. Ja, dat kan. Ja, we precies. Geen zorgen bij. Alles komt goed met hem, dus. Ja, afkoppelen. Ja, ik kan hem wel even wakker maken, hoor. In deze wereld heb jij een verloofde. Kom niet. Gaat hij. Als je bij me wil liggen, ken het ook een andere manier, hè? Ja, is het plek? Cor. Hey. Jij en ik en het ambulanceteam. En de rest. Ik kan het wij gaan samen gezellig naar huis. Jullie doen jullie werk. Jullie staan een beetje stil hier, joh. Ja, maar nu is het dus er zijn geen meldingen. Kijk, hij kan er niks doen. Hij is in opleiding. Maar jullie? Ja. Ik ben ook in opleiding. Kijk maar. Wacht. Ja, Batman. Kijk maar. Ja, er staat MMT op je rug, hoor. Ik weet niet waar. Ja, er staat MMT op je rug. Ik heb last van jou. Ik zat er dichtbij. Ja, dat zou me niet boeien. Ja, neem jij last dan toch? Zie je, hij is boos. Zie je, hij is boos. Ja, hij wil geen banaan. Oh, shut up, you. Ja, slaan we dan. Waar hou je in, Mustafa? Sfeer, wat film jij trouwens met die megacamera van je? En jij ook! Hij ziet nu pas door. Ja, maar het is een beetje dat mijn collega's hier binnen een beetje gek worden. Dat wij worden ook gek, zie je? Zie je do dat not beat like gek. Her. Yeah, I bought a year is the day. Prima en to the air. Weet je, daar is net een... Oh, daar is hij. Maak plaats, maak plaats. Mag een foto! Meneer mag handtekening! Meneer mag handtekening! Meneer mag handtekening! Ik vind dat je wel sterk bent trouwens. Ja, inderdaad. Ik heb mijn eigen krachten niet. Kom maar. Hallo. Ja. Hallo. Hoe are you? Zie ik. Hallo. Willem! Ja, ik ben even krachtvraag aan het doen, sorry. Ja. Vind jij het normaal om te drinken tijdens een sollicitatiegesprek of niet? Nee, ja, maar deze sollicitatiegesprek hebben we dat wel nodig. Dat ga ik wel even opschrijven, man, eigenlijk. Ja, schrijf het, maak even een notitie van... Kijk, ja, nu kom je weer in je ding. Ja, nee, oké, okay, opschrijven, zo. Hey, hallo, wat gaan we nou? Waar haal je die vandaan, hoor? Ja, ook uit jouw kastje. En nee, ik kom niet uit mijn rug. Ik span in de metro. Ik ben in het ziekenhuis gespand, dankjewel. Wat? Intiem moet je me vasthouden. Wil je nog intiemer hebben? Oh, zeker. Ik ben meteen wat je gaat doen. Ja, ik... Hoe oud ben je? Ik ben 21, geen zorgen. Oké.
Auw. Sorry, maar dat meneer het niet. Ik lig vol onder nu, dankjewel. Zo, wie de fuck is dat? Waarom wil je nu een kleine prijs? Want het kost wel geld. Kost wel geld? Ja. Mm-hmm. Ja. Denk het ook. Dat ik een factuur ga krijgen voor deze onzin. Nou, dan als ik een factuur krijg, dan ben ik er klaar mee. Ja, als jij een kom alsjeblieft. Nee, je gaat maar geen factuur geven. Jullie hebben geen ene reden om een factuur te sturen. Dus ja, ja, echt wel. Hoezo? Jij vraagt toch om een prijsje? Dus dan moet je toch ervoor betalen. Jongen, hoe heb jij ooit een sollicitatie gedaan bij de Ambu als je je zo gedraagt? Nou, ik wil niet met deze collega's werken, man. Nou, ik ben blij dat je hier niet werkt. Oké, het gaat even duren, maar ik kom er wel. Dit is geweldig. Bonbon. Van melkchocola. En zacht. Niet hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop. En ik bijt. Doorbijt. Dat is ineens zo loopt het in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat wil ik, daar wil ik. Eén type bonbon, pan. Ah, u bedoelt een likeurbonbon met...